Met deze epische muziek beginnen we ons verhaal. Oh wacht, we zijn al begonnen. Jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Beyond Two Souls. Het is vandaag woensdag 1 juli 2020. 1 uur 's middags precies. En we gaan verder met Beyond Two Souls. Welcome to the CIA. Die muziek aan het begin was fucking episch. Daarom probeerde ik ook niet te praten. Maar we gaan dus de CIA doen ofzo. We gaan fucking hard trainen met Jody. We gaan waarschijnlijk sterven. Mag ik naar huis? Nee. Holy tieten, zij is oud. Ze is echt 23 of zo, gok ik. Even snel. Even snel gokkie. 23. This is where you'll study and sleep for the next 3 years. Training starts tomorrow at 5 a.m. Don't be late. Oké, dan. Waarom klinken de... Jongen, deze muziek is toch gewoon fucking episch? Waarom heeft ze zo'n broek die helemaal kapot is? Dat lijkt me niet echt handig voor training. Ja, waarom moet mijn haar ook altijd geknipt worden? Ik snap dat niet. Nou, YOLO, 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 we gaan trainen. Holy... Come on, Holmes, keep up! Hey, hou je bek dicht. Back out, hier kunnen we nog overheen. Let's go, daar moet je onderheen, dat is duidelijk. Easy, nee, we gaan er niet langs. We zijn geen bitch. Wat moeten we doen? Use your momentum to swing across. Holy shit, wat doen we allemaal, man? Waarom moeten we zulke powerhouse zijn? Holy tieten, zo. En deze guy die motiveert ons als de motherfucker. Naar beneden springen. Come on. I haven't got all day. Holy shit, man. Dus we zijn flink aan het trainen, mensen. Dit is fucking episch. Verder is alle dingen ben ik nog hetzelfde mee. Maar we gaan eerst focussen op de training. Let's go. Ja, oké. I know. Finish it. Let's go. Easy. Oké, kick. Naar links. Ja, ik weet al. Ik wil naar links ook. Come on. Oké, blokken. Ja, laat me blokken dan. Stop met die gay-ass movements. Oké, lekker bezig. Oké, nu moet ik naar onder de... Let's go. Oh, lekker bezig. Holy tering. Daar gaan we. Holy shit, zooi. We moeten bokken. Holy. Hoppa. Let's go, gaat lekker. We zijn lekker aan het trainen, mensen. Zo doe ik het thuis ook altijd. Holy tering, Jody. Je bent fucking episch. Even mensen. Aim, shoot. To kill. Bam. Let's go. Got it. Let's go. Dit is zo fucking episch, mensen. Koffer. Wat doe ik? Wat ben ik aan het doen? Mensen, mag ik alsjeblieft naar koffer? Koffer. X. Ik doe ook X. Oké. Get out of there. Let's go. Lean. Let's go. Sprinten. Sliden. Mooie slide. Sprinten. Hoe de fuck heeft hij me nog niet gezien? Echt waar. Fuck. Oh, kut. Nee, ik moet deze guy eerst killen, toch? Of niet? Nou, blijkbaar niet. Ik heb het gemist, dus dan moet ik hem niet killen, blijkbaar. Omdat ik het verkracht heb, dus. Let's go, je gaat neer. Maar in ieder geval, even wel van nieuwtjes. Naruto Shippuden ben ik bij episode 101 nog steeds. Doe mijn game met Jopje. Survive Island ben ik bij dag 232. En Game of Thrones bij season 1 episode 7. Game Meneer, CSGO case openings heb ik afgekeken. En verder rest met Serpent gameplay. Peggle Knights ben ik nog steeds bij aflevering 7. We gaan pieken. Jump. Let's go. Holy shit, dat ging snel. Goed, let's go. Ik heb er wel één gemist, maar dat maakt niet uit. Verder is mensen, mijn werk is nog steeds fucking AIDS. En ja, ik heb bijna diploma uitreiking. Wat betekent dit? NK is 1 gedeeld door K. Oké, easy. Ja, dit is kinderspel. En dan dit, dat alles bij elkaar optellen volgens mij. Als een I onder staat. En dan een gekke U met een dingetje. Excellent, Jody. Bedankt. Blijkbaar moet je ook tering slim zijn. Oké, let's go. Wacht, wat moet ik doen? Oh, nu moet ik met Aiden trainen. Wauw.
Get the fuck out of here. Dit kan effectiever, mensen. Dit kan effectiever. Hoppa, ja, dat gaat lekkerder. Dat gaat lekkerder. Je moet even een weak spot vinden, zoals deze. Gaat redelijk lekker. Holy shit. Hoppa. Gaat het lekker? Good. Bedankt, al. Nee, ik wil naar huis. Maar in ieder geval, mensen, dit is fucking episch. We gaan dus CIA training doen. En nu gaan we een boxfight doen met deze fucking guy. Die er fucking gespierd uitziet. Ik weet niet hoe we dit gaan doen. Maar we gaan het lekker doen. Oh shit, wrong direction. Ik ben fucked. Ik deed dat letterlijk. Let's go. Je gaat neer. Blokken. Naar beneden. Naar rechts. Naar links. En naar boven. Holy shit, ouwe. Jongen, ben jij nou echt zo garbage? Of ben ik als Jody gewoon een fucking strijder? Oké, nu gaan we het rennen doen. Geen meer joggen. We gaan niet joggen. Let's go. Mensen, dit is fucking episch, man. In ieder geval, werk gisteren was fucking kut. Vandaag moet ik weer werken en morgen ben ik dan vrij. En vandaag heb ik ook nog even mijn normale werk gedaan, wat fucking AIDS was. Maar ja, weet je. It is what it is. Ik moet het gewoon doen. Fanfiction van Romeo heb ik een beetje verder gekeken in de bus. Maar alsnog is het fucking AIDS. Hoe ga ik dit doen? It's not a fucking Sunday stroll. Dat weet ik. Ik wil gewoon naar huis, jongens. Maar in ieder geval, mensen. Ik heb gisteren een officiële waarschuwing gekregen van mijn werk. Omdat ik een Mogol was. Er was een Sudoku uit een oud boek gevallen. En toen had ik hem gewoon laten liggen. En uiteindelijk dacht ik, nou, ik ga hem even maken, weet je. Ik ga hem heel even maken. Let's go. Holy shit, je moet echt je val goed breken, ja. Oké, nu moeten we dit blijkbaar doen. De split. Waarom moet je dit kunnen voor CIA? Blijkbaar moet je dus heel erg flexibel zijn. Oh, daar gaat je lul die je niet hebt. Oh, dat doet pijn, ja. Dat is verrekt. Dit is echt kut trouwens. Dit is echt fucking AIDS om te doen. Je moet echt heel erg geconcentreerd zijn, mensen. Dit is echt AIDS. Nice. Dat healen is echt fucking lastig. Ja, daar moet ik eerlijk in zijn. We kunnen dus blijkbaar healen als Aiden. Het gaat lekker. We doen deze. Let's go, Jody. We zijn dus aan het trainen. Ik weet niet waarom we trainen voor de CIA. Maar weet je, het moet maar nou eenmaal. Maar in ieder geval, ik ging dus die Sudoku dus maken. Toen zei één teamleider van, hé, maak je nou Sudoku? Toen zei ik, misschien. Toen zei ze blijkbaar nog wat, maar dat hoorde ik dus niet. Dus ga ik even later weer verder. Ik was nog steeds gewoon aan het werk, hoor. Het was niet alsof ik alleen maar niks deed. Het was maar heel even ook. Holy... Teringson, jongen. Jullie zijn echt shit. Of ik ben gewoon goed. Of jullie zijn gewoon shit. Oppa, get out of here, bitch. Nee, dat gaan we niet doen, jongen. Jullie zijn echt... Ik weet niet hoe we hem nu tegenhouden, maar hij gaat neer. Hij geeft op. Not bad. Bro, ik rek ze. Ik weet niet of je dat zag, maar ik heb ze compleet verkracht, man. Maar ja, toen deed ik het dus weer, werd hij afgepakt. Toen hoorde ik van, dat is niet de bedoeling. Toen dacht ik al van, fuck, ik ben de lul. Bij een andere teamleider. En toen, na de volgende pauze, gingen ze me dus apart nemen. En toen was het dus zo van, ja, je krijgt een officiële waarschuwing. De eerste teamleider zei dus al blijkbaar van, hey, doe dat weg. Maar dat hoorde ik dus niet. Anders had ik hem sowieso wel weggedaan. Het was maar een paar minuutjes. Ik had wel één Sudoku opgelost, want zo moeilijk was hij dus niet. Maar ja, ik snap wel dat het niet mocht. Alleen, kom op, mensen. Oh, deze guy. Moet ik fire nemen? Use Aiden to distract soldiers. Oké, let's go. Ik weet ook niet, als ze weten dat ik Aiden ben, waarom ze dan hierheen gaan. Oké. We moeten hem dus pakken. Holy shit. We knocken hem gewoon out. Oké, let's go. Oké, cover. Oké. Nee, deze guy moeten we pakken. Gaat neer. Oké. Ik ga daar even cover. Sliden. Oké, dat doen we niet. We zijn dus een recruit, mensen. En we moeten het dus lekker doen. Hier zijn een aantal mensen die we moeten pakken.
Ik weet niet waar ze zijn. Dat is het probleem. Hier is eentje. Destruct heeft dus eigenlijk geen zin, hé. Ik zit hier verkeerd. Ik zit hier verkeerd, dat weet ik nu al. Nee, dat ga ik niet doen, denk ik. Ik denk dat dat verkeerd is. Jij moet hier even heen. Jij moet even hierheen. En dan kan ik naar cover heen. En dan ga ik dat doen. Dan ga ik dat doen. Naar cover, naar cover. Oké, pak die guy. Pak die guy. Pak die guy. Let's go, let's go. Schakel hem uit, schakel hem uit. Knietje. Niet zijn nek breken, Jody. Dat kan dus wel, je. Ik kan dus gewoon zijn... Oh, kut. Moet ik daar naar boven? Ik denk het wel. Let's go, let's go, let's go. Naar boven gaan, naar boven gaan. Shit, ouwe. Kut. Hier staat er dus één. Hoe de fuck zien ze me niet? Volgens mij zijn ze ook wel een beetje... Oh, deze kunnen we dus killen. Deze kunnen we dus killen. Nee, kill hem niet. Ik hoop niet dat we hem killen. Maar alleen maar bewusteloos doen. Een rode actie betekent dat je ze kan killen. Maar ik neem aan dat we bij deze training niet echt die mensen gaan killen. Dat zou niet heel erg goed zijn, hé. Hallo? Kan ik opstaan? Hoeveel mensen heb ik nog, mensen? Hoeveel mensen heb ik nog, mensen? Dat is een beetje... Alleen deze guy nog, ja. Hoe ga ik dat doen, nee? Deze afleiden, denk ik. En dan terug, 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 terug. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Ga achter koffer vandaan. Ik moet drop down, nee. Mag ik naar beneden, mensen? Ik mag niet naar beneden. Ik mag niet naar beneden. Ik wil naar beneden gaan. Ik heb hier geen zin in. Waarom kan ik niet gewoon naar beneden droppen? Hallo? Oh, nice. Ik dacht dat ik hem van boven kon pakken. Capture the flag. If this wasn't an exercise, you'd be dead by now. Bedankt, ouwe. This wasn't an exercise. Oh. You wouldn't even be able to open your big mouth, Ryan. Holy shit. We hebben Aiden dus, man. Get fucking wrecked, bitch. Dat is dus Aiden. Oh. You made it. Welcome to the agency. Welcome. We zijn bij de agency, mensen. Het is Fortnite. Thank you, sir. Bedankt, ouwe. Fuck a strijder. Yeah, Jody. Oh. Let's go, fucka boys. Hey, niet meer. Zij denkt ook, holy tering. Jullie zijn nog steeds sterk, hoor. Ook al kunnen jullie rekken. Doe even rustig. Sluipleerling, let's go. In good physical position. Ja, natuurlijk. Not spotted during training. Natuurlijk, we zijn een tremendous fighter. Let's go. We zijn een strijder, mens. Hunted. En we gaan nu naar Hunted. Oké. Okay. Interessant. Deze video gaat ook niet heel erg lang worden, want ja, zo moet ik weer eten. Ik ga nu avondeten in de middag en zo. En volgens mij zijn mijn tijden nu ook veranderd, dus volgens mij moet ik nu langer werken wat fucking AIDS is. Verder heb ik niet echt verhalen, dus ik heb dus op mijn tweede werkdag een officiële waarschuwing gekregen. Heb ik nog nooit gekregen in mijn vorige 2 jaar. Ik snap wel een beetje waarom, maar kom op mensen, even sudoken, 5 minuutjes, kan geen kwaad. Ik liep al voor, dat weet ik zeker, maar ja. Blijkbaar mocht het niet, dus ja, weet je, pak dit flesje maar eens. Fucking anus. Aiden. Stop that. Hey. Ik wil gewoon plezier hebben, Jody. Ik wil plezier hebben. Weet je, mensen, ik denk dat ik hem ga eindigen, weet je. De video is niet heel lang, geef ik toe, maar... één zo'n save game of één zo'n ding... bij elkaar kost het al meer dan 20 minuten, ongeveer 22 of zo. Dus ja... Waar is de muziek? Weet je wat ik ga doen? Dan ga ik het afsluiten. Dus bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het een leuke video vond, laat dan een bladerpunt omhoog achter. Abonneer dan kan het dan beneden. Oeps, pardon. Kom dan kan het dan beneden. En ja, de video van gisteren wou ik eigenlijk gisteren uploaden. Maar elke keer in de pauze vergat ik het. En toen dacht ik, oh verdomme, ik ben echt een mongool. Dus deze ga ik gewoon gelijk openbaar uploaden. Want anders vergeet ik het weer waarschijnlijk. Of moet ik weer fucking veel van mijn data gebruiken. Want ja, het is een nieuwe maand. 1 juli. Volgens mij zei ik juni aan het begin, maar het is juli. Jullie zijn... Jullie is gay, jullie zijn gay. Twee andere dingen. De ene maand, andere mensen. Aan het begin was er dus fucking epische muziek. We hebben de agency hebben we gehaald, CIA. We zijn nu, hoe noem je dat? Hoe noem je dat? Hoe heet die guy nou? Midas. Midas.
van Fortnite. Ook heb ik dat spel al jaren niet meer gespeeld, mensen. CSGO heb ik ook al een paar dagen niet meer gespeeld. Sinds ik ging werken, maar mensen. Dit was de Beyond Two Souls video. Ik heb een waarschuwing gekregen. Ik heb nieuwtjes verteld. En Sudoku, ja. Het heeft me verkracht bijna. En morgen heb ik gelukkig vrij. Oh, ik kan echt niet wachten. Gadverdamme kutwerk. Maar ja, mensen. De muziek is episch. We gaan verder. Ik moet weer gewoon daily uploads. Ook al heb ik werk, kan ik het gewoon doen. En ja, bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Later.